We zijn weer in België voor de ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 van vandaag. Het is een race die de grote Ayrton Senna 6 keer won. En in 2019 werd Charles Leclerc de eerste coureur die hier zijn eerste zege behaalde sinds Michael Schumacher in 1992. Spa-Francorchamps, een historisch circuit met 19 bochten en een ronde lengte van 7 kilometer. Er is hier meer dan 100 meter hoogteverschil. En met lange bochten die vol gas worden genomen, is een goede topsnelheid van essentieel belang voor succes. Nu de Grand Prix bijna begint, zit Bas van Damme opnieuw naast me om zijn visie te geven. Zullen we beginnen met Valtteri Bottas? Zo te zien wordt het een zware race vandaag voor de positie verder achterin. Dat komt door gridstraffen voor het vervangen van power unit componenten. Aan de andere kant, die nieuwe onderdelen kunnen hun wel helpen de kracht te behouden die ze nodig hebben om naar voren te stevenen. Ik verwacht dat ze het vandaag agressiever zullen aanpakken om de slechte start goed te maken. Het is tijd om de startgrid van vandaag te gaan bekijken. De geweldige ronde van Lewis Hamilton gisteren heeft een pole position bezorgd. Net voor Max Verstappen die op P2 start. Kijkend naar de rest van de grid hebben we De Vries, Perez, Charles Leclerc en Albon, Norris, Vettel, Stroll en Carlos Sainz. Bottas, Ricciardo, Esteban Ocon en Gasly, Grosjean, Magnussen, Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi, Russell en Nicolas Latifi. Het is bijna tijd dat deze 5 rode lampen uitgaan. Eens kijken wie er vandaag de leiding neemt. What we like to see at the start. Well done.
DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Spare energy, use your overtake button. Monitoring somewhere on the ICE, be aware that we will start to see a loss of power. Engine is looking a little worn. Power output will be less than optimal. You are in first position, front of the pack. Hamilton is behind you. The gap behind us is 3.9 seconds. They're on fresh softs. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. Two laps left. Next time by will be your final lap. Hamilton behind. The gap to the car behind is 6.0 seconds. They're on fresh softs. This is your final lap of the race. Charger is on its last legs. Let's try to keep mileage on it to a minimum. As things stand, we'll be leading the championship. We'll be right back.
Great drive. We did it. Good job. Wat een geweldige race en een prachtige zege hier tijdens de Belgische Grand Prix. Zeg eens Bas, waardoor zijn zij vandaag voorgebleven op de concurrent? Dat was een echte teamoverwinning. Het is ze gelukt een goede strategie in te zetten die bij de omstandigheden op de baan paste. De coureur deed alles wat van hem verwacht werd om het plan van het team tot in de puntjes uit te voeren. Een prachtig voorbeeld van hoe Formule 1 een echte teamsport is. Eén ding is duidelijk, terwijl we wachten tot de winnaars hun plek op het podium hebben gevonden. Alfa Tauri heeft laten zien dat het lef heeft op de baan. Het team is niet bang om risico's te nemen. Niet op de baan en niet in het nieuwe talent dat ze inzetten. Vandaag hebben die risico's hun vruchten afgeworpen. Een zien waar de coureurs staan. De Vries versterkt zijn leiding van het kampioenschap. Dus kijken Bas, wie vind jij een van de beste coureurs van vandaag? Ik ga voor de Vries. Ze hebben de banden optimaal benut zonder tempo in te leveren. Wat een goede vaardigheid om te hebben in de Formule 1 van vandaag. Over naar het constructeurskampioenschap. Onze leiders van het kampioenschap behouden hun positie. Maar de leiding is lastig te behouden. Wie weet wat de sport na zo'n evenement de volgende keer weer voor ons in petto heeft. Kijk dan weer, want wij brengen je de spanning en sensatie van Formule 1.
was het echt een spannende race. Hoe voelde het voor jou? Denk je dat je jouw kwalificatietempo mee kunt nemen naar de race? Interessant resultaat vandaag. Ben je blij met je prestaties? Wat gaf jou vandaag de voorsprong op je concurrent? Super, dat was het.